gaan een paar dingen veranderen voor Plutus gebruikers en goed om daar even bij stil te staan jullie hebben mij daar ook meerdere vragen over gesteld en die ga ik ook beantwoorden in deze video. Allereerst vanaf 15 augustus de Solaris uh, Plutus kaart die kan je dan niet meer gebruiken. Het heeft ermee te maken dat ze Modular die is al een tijdje geïntegreerd in, in je account en ook bij Plutus daar doe je dus uh, van jouw bank schrijf je geld over naar uh, jouw bankrekening bij Modular, de nieuwe financiële dienstverlener. En die partij gaat uh, dus ook de nieuwe uh, kaarten leveren. En het kan al zo zijn dat jij de virtuele kaart nu al beschikbaar hebt. En dan werkt het al meteen. Als je dat nog niet hebt, afhankelijk van wanneer je de Bluetooth kaart ooit hebt aangevraagd. Waarschijnlijk uh, al wel eerder dit jaar voor veel mensen die mijn kanaal natuurlijk al een tijdje volgen. En dan is het vanaf 25 of 26 juli. Uh, heb je um, de mogelijkheid dat die virtuele kaart in je account wordt toegevoegd? Want als je die nog niet hebt, even geduld, gebeurt er in ieder geval voor 15 augustus. Het goede nieuws, ik heb in ieder geval die virtuele kaart uh, binnen. En ik heb ook al getest of het nu werkt. Dat als ik geld stort op mijn Plutus rekeningnummer. En dan het geld uitgeef met die virtuele kaart. Of dat dan inderdaad meteen goed gaat. Het antwoord is ja. Dus dat is hartstikke fijn nieuws. Ik had gisteren ook nog een tweet gestuurd naar Plutus omdat ik dat in de Frequently Asked Questions niet helemaal expliciet kon halen. Daar werd het ook bevestigd. En nogmaals, ik heb het net getest en het werkt. En dat is natuurlijk fantastisch. En dan denk je misschien. Oké, okay, maar wat gebeurt er dan vanaf 15 augustus als ik nog geld heb op mijn huidige Plutus-debitcard? Uh, en het is niet uh, ik heb dat geld niet helemaal volledig verbruikt. Nou, dan, dat geld kan je dan niet meer met die kaart uitgeven, maar dan kan je nog wel. Uh, via uh, de, de financiële dienstverlener, en dat is uh, Solaris, uh, die die Plutuskaart uh, aanbiedt op dit moment, uh, dan kan je daar dat geld terugvragen. Wel is het aan te bevelen om te zorgen eigenlijk dat je voor 15 augustus er zoveel mogelijk van het geld gewoon van die kaart of verbruikt hebt, of dat je naar een ATM gaat en daar gewoon geld pint, zodat je het geld, uh, het saldo van die kaart leeghaalt. Maar je kan zijn andere, andere mogelijkheden ook. Je zou bijvoorbeeld je PayPal-account kunnen aanvullen met behulp van die kaart, uh, of uh, bijvoorbeeld je Revolut-kaart, mocht je die gebruiken. Hier kan je ook zien vanaf 25 juli: dan heb je dus die virtuele kaart. En die kun je gelijk gebruiken met Google Pay. En Apple Pay uh, komt dan in augustus en later beschikbaar. Overigens maakt dat voor mij niet uit. Uh, ik gebruik uh, Curve als uh, interface voor al mijn kaarten. En daar heb ik ook meerdere videos over gemaakt. Ik ga die zeker even kijken als je nieuw bent in de wereld van cashback. En nieuw bent in de wereld van crypto, en uh, cashback en debit cards. Hoe je je leven makkelijker maakt. Uh, er zijn veel fintech bedrijven met mooie producten. Plutus is er één. Uh, Crypto.com heeft natuurlijk ook hun debitcard. Ook een mooi product. Daar ga ik binnenkort ook weer een wat content over maken. Om die twee nog eens een keer naast elkaar te zetten. Die, gebruik, die kaart gebruik ik overigens ook nog wel eens. En daarbij is het zo dat als je een Curve gebruikt. Dan kan je dus met de Curve debitcard. Waar je geen geld op hoeft te storten. Daar kan je dan je andere kaarten achter zetten. Dus ik heb die virtuele kaart die net uh, ontvangen is, die heb ik toegevoegd aan mijn Curve uh, rijtje. Laat ik ook hier even in beeld zien en dan kan ik gewoon uh, door mijn Curve uh, debitcard gegevens te gebruiken, gewoon betalen. Want als één ding natuurlijk vervelend is als je een nieuwe pas krijgt, ja, een nieuwe debitcard, creditcard, is dat je overal op alle websites, alle betaalplatformen je kaartgegevens moet bijwerken. Want ja, zometeen die andere politiekaart, die werkt niet meer. Ja? Het voordeel van dus ook Curve is dat, ongeacht wat de veranderingen zijn voor de achterliggende kaarten, het gaat eigenlijk alleen maar over de betaalgegevens van die Curve-kaart, want dat is de interface die vervolgens de betalingen verwerkt over de kaarten daarachter. Wel zo makkelijk. Overigens heb ik 0 euro betaald om die virtuele kaart toe te voegen aan mijn Curve-kaart. Als je dan nog afvraagt, oké, okay, maar wat moet ik dan doen vanaf 15 augustus of vanaf het moment dat ik die virtuele kaart heb? Nou, eigenlijk uh, helemaal niks, behalve de zorgen dat je betaalt met die nieuwe virtuele kaart, ja. Maar als je dus geld stort op die rekening, die overigens niet veranderd is, dus die modular account die je hebt met de IBAN-rekeningnummer, ja, dat is nog steeds hetzelfde rekeningnummer waar je gewoon geld heen stuurt. Uiteraard, check het even, ja. En dus op het moment dat je daar geld stort, wat instant is, ja, dan kan je meteen die virtuele kaart gebruiken. Je hebt dus geen toppers meer te doen. Dat is fantastisch. En wanneer ontvang jij dan jouw fysieke modular kaart? Nou, die kan je bestellen. Ik ga je in ieder geval vertellen dat ik. ...geen fysieke kaart gaan bestellen. Uh, ik betaal eigenlijk alles met Apple Pay. Ik heb, uh, nou, zoals je weet, een Apple Watch. Dat is super ideaal, vind ik. Maar als je een Samsung Watch hebt, kan dat ook. Of je gebruikt je telefoon, allemaal prima. Fysieke kaart hoeft voor mij niet. Ja. Nog weer een pas erbij, het liefst minder pasjes. Maar kan als je wil. Maar je krijgt hem dus niet per default. Ik verwacht dat als je dat gaat bestellen... Misschien zit er daar wel iets van kosten aan. Dat weet ik niet. Dat staat hier niet. Dat zou wel kunnen. Ook nog een interessante vraag. Wat nou als, ik, uh, als je bijvoorbeeld iets gekocht hebt met je huidige uh, Plutus debit card. En je retourneert het en je krijgt een creditering op die rekening. Ja, het geld wordt teruggestort. Op dus die oude kaart die straks niet meer te gebruiken is. Wat gebeurt er dan met dat geld? Nou, dat geld dat is dus gewoon binnen Solaris beschikbaar. Je kan dan contact opnemen met Solaris. En die gaat dan het geld gewoon naar jou overmaken. Kort even de tweet behandelen van Daniel, de CEO van, uh, van Plutus. Er komt dus een uh, announcement 7 augustus met meer informatie en er is ook op 8 augustus een event waar meer informatie wordt gedeeld over ook de toekomst van uh, Plutus, waarmee ze willen dat het uh, een lange termijn oplossing blijft, want we hebben natuurlijk in het verleden gezien dat cashback kaarten uh, hartstikke mooi zijn, heel populair kunnen worden, ook de token veel waard kan worden, maar uiteindelijk dat het niet een sustainable business model is, waardoor uiteindelijk de token ook weer veel minder waard wordt. Dat gaat natuurlijk ook de uitdaging zijn van Plutus, hè? begrijp me niet verkeerd. Dus die update die komt dus uh, maandag. Nou, maandag maak ik altijd een video. Dus als die informatie dan beschikbaar is, zal ik hem gelijk meenemen in de wekelijkse update. En anders probeer ik hem kort daarna apart nog even weer toe te lichten in een aparte, aparte video. Nou, wat gaan ze dus een aantal dingen doen? Ze willen dus uh, dat de business uh, schaalbaar blijft. Uh, dat de, eigenlijk de langdurige, le de levensduur van de rewards pool, dat ze willen ze blijven beschermen. Want, hoe zit het? Uh, er zijn natuurlijk een, een gelimiteerd aantal... Tokens, en dat zijn er 20 miljoen. Ja, 20 miljoen is gewoon de hard cap, komen er niet meer tokens bij. 4,1 miljoen tokens zijn op dit moment circulerend. Dus dat betekent nog zo'n 15,9 miljoen logischerwijs zijn er nog in circulatie die kunnen komen. En uh, de circulating supply wordt alleen maar verhoogd doordat mensen dus geld uitgeven met die Plutus-kaart. en cashback krijgen uh, in de vorm van PLU op hun account. Ja, dat is hoe de circulerende voorraad stijgt. En de totale marktwaarde van Plutus, wat nu 33 miljoen is overigens. Dat, hè, en de waarde van de token die nu op 8,09 dollar staat. Die waarde die stijgt of die daalt. Afhankelijk van hoeveel vraag en interesse er is in die token. Ja. Dat is ook logisch. Dat is in elke economie zo. De waarde van een object uh, wordt uiteindelijk bepaald uh, door uh, de community die uh, waarde geeft aan een bepaald object. Ja. Dat is met Bitcoin natuurlijk niet anders. Dat Bitcoin uiteindelijk de waarde of waardering van Bitcoin heeft te maken met voorraad. En met interesse, vraag en aanbod. Ja, als er veel vraag is, weinig aanbod. Gaat de prijs omhoog, als er heel veel aanbod is, weinig vraag. Gaat de prijs naar beneden, zie je een huizenmarkt, zie je met alles. Dus in dit geval 4,1 miljoen. Uh, dus wat zijn nog een aantal dingen die ze willen veranderen? Nou, ze willen hun subscription plans willen ze aanpassen. Nou, die subscription plans, daar hebben we natuurlijk al wel eens naar gekeken. Uh, er zijn, zijn er nu drie. Je hebt dus die starter, everyday en premium. Ik gebruik zelf op dit moment premium. Uh, ...zodat ik dus, uh, betaal ik 15 euro per maand... ...en dan heb ik uh, tot 22.500 euro per maand kan ik uitgeven... ...en dan krijg ik dus die 5% cashback over. En je krijgt dus uh, drie perks. Overigens staat hier natuurlijk 3% crypto rewards... ...maar omdat ik dus een veteran ben qua steking... ...krijg ik er nog 2% bij. Is niet vereist. Ja, je hoeft niet te steken... ...want dat steken brengt al risico met zich mee... ...want stel je voor dat in één keer... ...50% van de waarde inlevert in de komende paar jaar... Dan ben je dus ook 50% van die waardering van die steking kwijt. Dus steek je niet, kan je nog steeds abonnement nemen, krijg je gewoon al 3% cashback. 3% cashback is natuurlijk fantastisch. Ja? Ook krijg je drie perks bij um, uh, Premium en 1 bij Starter en 2 bij Everyday. Dus ik denk voor een heleboel mensen die gewoon boodschappen doen, of toe kleding kopen, gewoon basic dingen ermee doen. Kan dan every day al heel interessant zijn. Ja, tot 2000 euro per maand kan je dan geld uitgeven en krijg je dus 3% cashback over. Dus dat vertaalt zich logischerwijs ook naar 60 euro per maand cashback bij 2000 euro uitgeven. En twee perks. En die perks zijn ongeveer een tientje per stuk waard. Dus dat is 80 euro per maand cashback. Nou, dat is 960 euro per jaar. Free money. Uh, dus ze willen kijken naar die, naar die plans. Ik weet niet wat ze daar gaan veranderen natuurlijk. Nieuw sub-reward levels en benefits voor stackers. Dus nou, stackers zijn dus mensen die steken... En daar willen ze meer benefits voor, uh, voor aanbieden. En waarom doen ze dat? Logisch natuurlijk. Want als jij een circulerende voorraad hebt. en een, een groot deel van die voorraad wordt gewoon vastgehouden door de community. dan geeft dat ook een bepaalde stabiliteit voor de waardering van de token. Dus de reden dat ze, denk ik, meer benefits willen uh, aanbieden. voor mensen die stekken. is ook om de stabiliteit van de economie in stand te houden. In ieder geval daar uh, die factor, uh, dat risico te beperken. Ze hebben nu overigens 100.000 uh, klanten. Dat dus schreef hij in uh, dat stukje. Dat, dat las ik ergens. En je kunt je natuurlijk voorstellen dat uh, als we richting volgend jaar Bitcoin halving. Ja, als de economie, de inflatie verder daalt. En de economie komt langzaamaan in wat stabieler vaarwater. Hopelijk. Uh, en we gaan ons voorbereiden op een volgende economische groeiperiode. Ja, waar de rente weer iets kan dalen. En dus ook de volgende boelmarkt ook weer echt kan starten. Dat dit soort producten mateloos populair kunnen zijn. Uh, in ieder geval voor een korte piek. ...extreem populair kunnen worden. En op lange termijn natuurlijk... ...als zolang de, de tokenomics... Uh, ...gewoon dat goed model goed blijft werken... ...op lange termijn. Dat is natuurlijk wat ze willen. Dat wil elk bedrijf. Uh, dus ik blijf vasthouden... ...aan mijn uh, veteran staking level, 5%. Uh, ik ga dat niet verkopen. Ik heb wel aangegeven... ...dat als die token richting de 30 dollar gaat... ...in de volgende boelmarkt... ...dat ik dus wel dan een deel... ...van mijn staking ga uh, verkopen. Uh, maar goed, zover zijn we natuurlijk nog niet. En nu zie je dat de prijs... ...wel wat aan het schommelen is. Ga ik nu nog kijken... Voorlopig doe ik helemaal niks, behalve dat ik elke maand heb ik ook vaker gezegd de eerste van de maand, rond de eerste van de maand in ieder geval. Dan laat ik mijn staking, of niet mijn staking rewards, want die heb je niet met de Plu, dan laat ik mijn cashback rewards, uh, die laat ik uitbetalen naar mijn Metamask wallet en vervolgens ga ik dan naar uh, Uniswap en daar swap ik mijn Plu voor ERC20 token naar keuze. Ja? Dat kan Bitcoin zijn, wat geen RC20 token is, maar dan moet ik dus eerst bijvoorbeeld naar USDT. Dan moet ik die USDT sturen naar een exchange en dan koop ik daar uh, bijvoorbeeld Bitcoin van. En een andere optie is als je een RC20 token wil, ja, dan kan dat gewoon direct op Uniswap en dan blijft dus ook die token gewoon in jouw MetaMask wallet. Dat is in ieder geval wel wat ik maandelijks doe met de cashback, zodat ik niet 100% exposed ben uh, aan uh, Plutus en dus ook aan Plutus. Maar zo uh, kan ik een beetje dollar cost averagen uh, in andere tokens of tokens uit mijn top 15 die op de RC20-platform zitten. En ja, dat is dan gratis. Ja. Oké, okay, dan wil ik even tot slot uh, kijken naar uh, hoe het gaat uh, met de token. Even op de, de weekly. En twee dingen waar ik even bij stil wil staan. De eerste, dat gaat eigenlijk wel over de rally die we hebben gezien uh, van april eigenlijk uh, en dan tot aan juni. En daarna zien we een enorme correctie. Die is eigenlijk nu gaande. De vraag is even of dit de bodem is of niet. Een paar dingen die opvallen. Eén, De trend die eigenlijk nou, sinds juli 2021 omhoog is gegaan, die is nu voor het eerst is die trend eigenlijk uh, doorbroken. Ja? Want we zien hier steeds. Ik zal maar even opnieuw we zien hier steeds eigenlijk dat de low die neergezet is, hoger is. En deze is voor de eerste keer lager. Ja? wel zien we dat als we het hebben over de piek weer hogere piek hier, maar wel weer een lower low. Dus dat is natuurlijk niet een heel goed signaal op de korte termijn in ieder geval. Maar deze rally, dit stuk en dat is best een flink percentage, dan praten we vanaf de bodem tot aan de piek over een stijging van een kleine 59%. Dit heeft ermee te maken dat uh, Plutus heeft aangegeven van je hebt tot een bepaalde datum... en dat was dus uh, in die weken van... Uh, uh, voor 1 juli was die deadline overigens... dat dus jouw staking rewards gegrandfatherd werden. En dat betekent dat als jij, uh, in, in mijn geval... als je veteran uh, wou zijn toen, dat kostte toen 500 plus. En dat moest je dan voor 1 juli geregeld hebben. Nou, dus er zijn heel veel mensen... Die dus nog een level omhoog zijn gegaan met hun steking. En die hebben dus eigenlijk de voorraad op de markt opgekocht. En dat heeft deze stijging in ieder geval laten zien in de prijs. Dat zien we dan dus ook eigenlijk hier in het volume. Alleen vervolgens: dat is wel aan de ene kant verpand, want op het moment dat dat dan gebeurd is. ...zie je dat mensen dus toch hebben gekozen om weer een stuk van hun positie te verkopen. Dat kunnen uh, potentieel mensen zijn die al veel eerder waren ingestapt... ...en die hier winst hebben genomen. Hè? Want mensen die hier Plu hadden gekocht, uh, die hadden uh, voor 3,30 dollar... Nou, ...en die gaan dan rond de 12 verkopen. Dat is een keer factor 3 natuurlijk. Uh, dus, uh, dus ik denk dat, dat, denk dat dit stuk vooral te wijten is aan... Uh, ...dat is mijn aanname, ik weet niet zeker of het zo is... Aan mensen die hier vroeg bij waren, die hier gewoon een stuk winst uh, genomen hebben. Want als jij hier net uh, een upgrade doet voor je staking award, ja, dan ga je het niet, denk ik, de volgende dag verkopen. Want je ziet dat die prijs behoorlijk hard uh, in elkaar gezakt is. Ja. Um, op dit moment zien we in de weekly, in ieder geval, dat deze dip wel weer opgekocht is. Ja. Dus de dip was zo'n 7,26, 7, nu 8,12 dollar. Mijn verwachting is ongewijzigd. Ja. Ik heb eerder een voorspelling gedaan wat ik verwacht in de volgende boelmarkt, als ook Amerika erbij komt, die nog geen toegang heeft tot dit product. Wat ze dus nu richting het einde van het jaar hebben doorgeschoven, dat zou al eerder al begin van dit jaar zijn. In Q1 in ieder geval. Dus er zitten wel flinke vertraging op, dat heeft natuurlijk ook met de regelgeving te maken. Maar als die erbij gaan komen, dan gaan we natuurlijk veel meer volume krijgen. Plus, er zijn veel meer mensen die willen ook naar hogere stekinglevels. Dus die gaan allemaal plus inkopen. Alleen ja, er is niet zoveel aanbod. Want er zijn 4,1 miljoen tokens nu op de markt. Dus je kunt niet in één keer eventjes 8 miljoen tokens uh, verschippen. Dus wat, dat zou een supply shock kunnen betekenen. Waardoor die prijs bijvoorbeeld uh, in die periode heel hard omhoog kan gaan. En bijvoorbeeld wel eens naar een niveau van zo'n 30 dollar zou kunnen schieten. Even afronden. Hier zie je ook nog even die reward levels. Hè, wat we het hebben het over dat stekken. Je ziet dus dat als je nu een hero wil zijn, krijg je 1% extra uh, cashback. En 1 perk extra dat is 325 plus. Ja, dus dat is uh, zo'n 2400 uh, dollar op dit moment. En veteran is nu 650. Ja. Ik ben dus grandfathered op 500, zie je ook in het scherm. Maar als je dus nu naar veteran wil, dan moet je er 650. Ja, legend is 1300 en Gold is 2600. En deze moeilijkheidsgraad om deze rewards te halen wordt steeds moeilijker. Ja. Dus er komt gewoon per kwartaal. Uh, wordt het uh, eigenlijk de eis op het niveau verhoogd. Waarom doen ze dat? Dat doen ze omdat ze anders gaat de voorraad er te snel doorheen. Dus ze willen zo lang mogelijk natuurlijk dit product blijven aanbieden. En dat betekent dus dat ze dus ook dat soort maatregelen moeten nemen. Rick, uh, die vraagt: wat gebeurt er als alle coins in omloop zijn? Wie geeft ons dan nog cashback zal niet oneindig zijn. Nee, het is niet oneindig. Als alle coins in omloop zijn, dat betekent dus dat die tokens in de handen zijn van iemand. Dus dan is het niet zo dat als jij gaat winkelen, dat iemand jouw cashback gaat betalen. Dus uiteindelijk, als alle tokens in omloop zijn, dan houdt die cashback dus op. En daarom gaan ze natuurlijk heel goed kijken naar hun businessmodel. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat die cashback, dat we dat nog de komende 10, 20, 30, 50, 100 jaar kunnen blijven uitbetalen? Nou, dat betekent dus dat de waardering van die token heel erg omhoog moet. Ja? De, 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 dus de waarde ervan zodat je dus veel minder plu hoeft uit te geven. Nou, ik denk dat dat een aantal maatregelen gaan zijn die ze gaan treffen. Uh, om te zorgen dus dat het, uh, de long liberty, yeah, de lange levensduur van het uh, productsysteem gegarandeerd uh, blijft. Tot slot, ik kan niet wachten zeg. Nee, nou, dat uh, hoeft ook niet meer. Als je geluk hebt, uh, dan uh, is het dus beschikbaar. En uh, zoals je gezien hebt, de betaling werkt al. Dat zijn even de update over Plutus. Ik ben nog steeds vervent Plutus gebruiker. Het is mijn... Nummer 1 debitcard die ik gebruik. En daarachter heb ik crypto.com. Dat heb ik even gedaan. Omdat vanwege de onzekerheid over wanneer krijg ik die virtuele kaart uh, Maar goed, nu heb ik de virtuele kaart, dus ga ik het saldo op mijn crypto.com debitcard, gewoon uitgeven. En daarna blijf ik primair gewoon mijn Plutuskaart gebruiken. En hou ik natuurlijk in de gaten wat de ontwikkelingen zijn. Als er veranderingen in zijn, uh, dan gaat dat wellicht weer veranderen. En overigens heb ik nog wel interessante uh, theorie en benadering over kijkend naar die crypto.com kaart. Wat ook nog potentieel interessant is om mee te doen. Zal ik een aparte video over maken. En dat was het voor nu. Ik wens je een hele mooie dag. Zie je gaan we terug in de volgende video. En vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Belletje aanzetten. Zie ik je later. Bye.